Als je verkoudheidsklachten hebt, dan moet je je tegenwoordig laten testen op COVID-19. De capaciteit daarvoor is uitgebreid en de wachttijden zijn enorm verkort. Tegenwoordig en vanaf vandaag 8 december kan dat ook hier aan de Stikkelaan bij de oude locatie van de Pedagogische Academie in Winschoten. We gaan eens een kijkje nemen. Aan welke eisen moet de inrichting van een testraad voldoen? Nou, het belangrijkste is dat we altijd kijken naar de beschikbare ruimtes die ergens in een gemeente beschikbaar zijn. En dan kijken we van hoe goed bereikbaar zijn deze locaties. En waar we ook rekening mee houden is van hoe praktisch kunnen we deze ruimte inrichten. En met name dan ook dat we een aparte in- en uitgang hebben, zodat mensen elkaar niet tegenkomen. Hoe komen jullie aan voldoende opgeleid personeel? Wij huren medisch geschoold personeel in en deze leiden wij zelf op. De procedure hier in Winschoten, hoe zit die in elkaar? Soms zie ik dat mensen in de auto moeten blijven zitten. Dat is een beetje anders hier, denk ik. Ja, mensen komen hier gewoon aan, worden begeleid door verkeersregelaars dat ze hun auto kunnen parkeren. En dan komen ze via de ene deur gaan ze erin. Dan worden ze geleid naar verschillende ruimtes. En dan vervolgens gaan ze via een andere uitgang weer het gebouw uit. Op welke manier kan men zich eigenlijk voor een test aanmelden? Je kan je via het internet aanmelden. Dat gaat via coronatest.nl. En je zou ook kunnen bellen met 0800 1202. En dan krijg je een medewerker aan de lijn die met jou dan een afspraak inplant. En als je nou uit de gemeente Oldam komt, kom je dan altijd hier terecht of kan dat ook ergens anders zijn? Dat kan ergens anders. Dat ligt eraan wat je zelf ook graag wil. Op het moment dat je bijvoorbeeld via coronatest.nl je aanmeldt, dan krijg je 3 verschillende opties. En dan kun je kijken van wat komt mij het beste uit qua tijd en qua locatie. Onder welke omstandigheden kun je je eigenlijk aanmelden? Je kunt niet zomaar gaan. Wat voor verschijnselen moet je hebben? Nou, allereerst is het vaak dat er gekeken wordt welke gezondheidsklachten heb je. Dus heb je klachten die passen bij het bij de coronavirus. Anderzijds is het zo dat je je zou kunnen aanmelden als je zorg- of onderwijspersoneel bent. Maar het is de laatste periode ook mogelijk dat je via het bron- en contactonderzoek naar voren komt. En dan krijg je daar een melding via de GGD van. Of via de coronamelder-app. En dan kan je ook een bericht krijgen dat je in contact bent geweest met iemand die inmiddels besmet is. Nou zijn we hier in Winschoten. Testlocatie is net geopend. Hoeveel mensen kunnen hier terecht per dag? Wij kunnen hier op dit moment nu 250 mensen per dag testen. Maar dat zou opgeschaald kunnen worden naar 375. Dan worden ze hier getest. Hoe lang duurt het dan op dit moment voordat ze een uitslag hebben? Dat is nog steeds ongeveer 24 tot 48 uur. Nou is het zo dat mensen die krijgen dan per computer of per smartphone een uitslag, begrijp ik. Hoe zit het nou met mensen die geen smartphone hebben? Nou, je krijgt niet via een smartphone de uitslag. Je meldt je aan via de coronatest.nl en dat gebeurt via DigiD. En dan kun je ook via je DigiD krijg je weer de uitslag. Heb je je telefonisch aangemeld, dan word je ook weer telefonisch opgebeld met de uitslag. Dus ook de mensen zonder een computer, die kunnen ook gewoon de procedure volgen? Ja hoor, die kunnen zich gewoon via het telefoonnummer 0800 1202 aanmelden. En die krijgen dan ook via de GGD weer een uitslag. Nou, je bent net getest. En ja. Vertel eens over je ervaringen. Nou, het valt op zich wel mee. Het is een heel klein stokje wat in je neus gaat. Het kriebelt wel heel erg. Maar ja, op zich valt het heel erg mee. Het is ook zo gebeurd. Dus, sommige mensen die kijken wat moeilijk. Dat viel bij jou wel mee. Maar kennelijk ben jij het beter gewend? Of, Ja, ik ben COPD-patiënt. Ik heb vroeger heel veel longonderzoek gehad. Met allerlei slangetjes door mijn neus heen. Dus ja, dit viel op zich heel erg mee. Dat zal het zijn. Nou, het is niet iets als je klachten hebt om dan niet te gaan, denk ik. Het valt allemaal mee dus. Nou, het valt heel erg mee. Dus niemand hoeft er tegenop te zien hoor.